Wij zijn nu onderweg naar Nena Spronkmans. En Nena is een zangeres hier in Limburg. Bijzondere zangeres, want ze zingt in het Limburgse dialect. Laten we een beetje luisteren wat ze hier een beetje op de radio draaien hier in Limburg. Oeh! Oké, dat belooft wel dit, hoor. Live is bijna alle muziek een stuk mooier. En voor Nena heeft Jan Dino niet één, maar twee verrassingen in petto. Hoi! Ik heb gehoord, dit is the place to be. Ja, zeker. Wie zegt dat? Iedereen in Nederland zei, je moet naar Elslo. Elze. En je moet bijna ook dus een beetje door de knieën. Elze. Ja. Nou, we gaan nu even achterom. En dat is gebruikelijk hier in Limburg, dus niet via de voordeur, maar je loopt gewoon even de tuin in. Nou, Jan Dino, dat ligt er natuurlijk wel aan op welk tijdstip je het doet. Hey. Hallo! Hoi! Hoe is het? Goed. Had je iemand anders verwacht? Ja, eigenlijk wel. Dus, ik had dit niet verwacht. Is dit wel een leuke verrassing dat ik er ben? Ja, zeker, zeker. Jij bent een hele bijzondere zangeres. Klopt. Je zingt in het Limburgs dialect. Ja, dat is waar. Je vertaalt alles. Ja, grotendeels wel, ja. Waarom? Nou, omdat ik het heel belangrijk vind om het Limburgs dialect in ere te houden. Vooral om de jongeren, het valt steeds meer weg. En ja, ik vind het gewoon iets heel bijzonders. Het is ook iets van ons. Ja. Dus daarom wil ik eigenlijk Limburgse muziek vooral maken. En wie is je grootste Limburgse idool? Ik denk Roanesse. Ja? Ja. En wat zo bijzonder? Nou, ik vind gewoon de liedjes die ze maken heel erg mooi. En dat ze de Limburgse muziek zo groot in Nederland hebben gekregen. Dat vind ik zo bijzonder. Wij deden dat vroeger op de bouwplek. Ja. Zongen wij, ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt te maken kreeg met Limburg. Toen ik nog, ik was een bouwvakker, hè. Mensen weten dat niet van mij, maar dat was ik. Maar dan is het... Dat heel Holland Limburgs lult. Dat is één. Maar wat daarvoor gebeurt en wat daarna, geen idee. Ik heb een pakketje voor je. Leuk. Alsjeblieft. Oh, gefeliciteerd. Pak je kans in de studio. Yay! Je gaat in de studio. En dit allemaal zelf opruimen. Erop het heen. Nou, vind je het leuk? Ja, ik vind het echt heel leuk. Heel Nederland weer Limburgs laten zingen. Ja, tof. Echt super tof. Ja, geweldig. En ik heb nog iets leuks voor je. Ja? Je gaat niet alleen zingen. Oké. Okay. Je gaat samen met iemand zingen. Met iemand? Ja. We gaan het niet te lang maken, te lang rekken. Een vriend van me. Jack Poels. Daar ga je mee samen zingen. Is een grapje. Dat vind ik wel echt super. Oh, ja, ik ben even helemaal stil van. Dit had ik niet zien aankomen. Ja. Ja, je komt? Ja, ik kom. Tot in de studio. Helemaal uit het zuiden van ons land zijn hier Jack Poels, Nena Spronkmans en Trent van Enkvoort. En ze zingen voor het eerst samen. Uw aandacht voor het nummer Liefde. We hebben geslapen, gevrieën, gepraat over een lang en een stek. We droomden het dak naar beneden, de wegen werden van geluk. We lachten, we leefden, we balen, waren moe of we hadden de druk. We merkten niet hoe we verdwaalden, de wegen waren van geluk. De wegen waren van geluk. Ja, la, 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 la. Ik raakte compleet van mijn stuk. Ik gaf alles in mijn vermogen voor dat ene moment van geluk. Nou droom ik van jou in mijn armen, van hoe ik jou tegen mij aandruk.
jou wil ik voor altijd verwarmen, voor altijd met een beetje geluk. Ja, la, 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 la. Dat was even niet alleen Limburg schoon dwars door onze woonkamers, maar dwars door onze harten. Nena, dit was het moment, hè? Ja, dat klopt. En hoe voelde het? Magisch, zou ik het zo zeggen. Het voelde, ja, gewoon even magisch. Het is grappig om te zien, omdat je zit hier en het lijkt alsof je het elke dag, dat jullie bijna elke dag zo samen zingen. En als je gewoon je ogen sluit en dan verstaan we het gewoon. De muziek gaat gewoon, kom binnen. Ja, dat is een heel mooi compliment. Maar Jack, hoe is het voor jou? Op een gegeven moment moet heel Nederland gewoon Limburgs lullen. Maar het is bijna een missie voor jou. Ja, het begon als een grap. Ja. Ook een beetje in de wetenschap. Dat je, ja, het is de ironie ten top natuurlijk. Dat je bedenkt dat heel Nederland ooit Limburgs gaat lullen. En hè, dat mensen dan gaan emigreren omdat ze dat niet fijn vinden. Dus dat is een grap geweest ooit. Maar nou, ja goed. Wie had dat bedacht 35 jaar geleden, om zo lang bestaan we met de band. Ja. Het begint er zelfs een beetje op te lijken hier en daar. Dat het, vanavond hebben we weer een stapje verder gezet. Ja. Ooit, als een stip aan de horizon, houden we die wens dat er gebeurt. Nou, vanavond hebben we in ieder geval een hele grote stap gemaakt. En dan wil ik toch nog eventjes, al is dat klein, jullie zijn niet met de hele band, terrein, dat jullie eventjes nog ons met z'n allen hier thuis even Limburgs laten zingen. Ja, ja, ja. Er is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs moet, dat heel Holland Limburgs moet. Er is een kwestie van geduld.